De Tweede Kamerleden Erik Sinks VVD, Agnes Mulder CDA en Meppeler Hans Kuipers, GroenLinks, debatteerden donderdag in Meppel over de arbeidsmarkt. Goedemiddag, dames en heren. Zij deden dat op het Meppel United verkiezingsdebat 2017 in Herberg het Plein. Onder leiding van hoofdredacteur Ton Hensen van de Meppel Courant werd er gesproken over een aantal arbeidsmarktvraagstukken. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Ik kon me er tot voor kort niet zo gek bij voorstellen, tot ik maandagochtend in Trouw las. De nieuwe wet kost 122.000 ZZP'ers omzet. Daar moeten we het over hebben. Centraal tijdens de bijeenkomst stonden twee wetten tot stand gekomen onder het huidige kabinet die rechtstreeks gevolgen hebben voor ondernemers. De wet DBA, bedoeld om ZZP'ers te beschermen tegen schijnzelfstandigheid, en de wet flexibiliteit en zekerheid. Als dit het effect is van een wet en ondernemers die kunnen niet meer aan de bak. En dat wordt heel strikt ook gedaan, dan horen wij terug van grootbedrijven. Asociaal, race naar de bodem, rampzalige uitvoering, totaal mislukt. Er vielen donderdagmiddag grote woorden in het bovenzaaltje van Herberg Plein. Het is dan ook verkiezingstijd. En dan maken politici zich groot, ook als ze uit Drenthe komen. En juist als ze een kritisch ondernemerspubliek voor zich hebben. Het publiek kon vragen stellen aan de politici. Voor een volle zaal ging het debat er soms heet aan toe en vlogen de politici elkaar geregeld in de haren. Vooral Agnes Mulder en Erik Sinks kwamen elkaar geregeld tegen. Je zou gaan naleven, dan heb je hetzelfde probleem. Erik, vindt het succes dan? Ik heb nimmer gezegd, ook niet in de debatten die ik daarover gevoerd heb, dat het een succes is.